En dan wordt jouw gebouw gebouwd en dan komt hij in de hekken en dan krijg je een afbetalingsboekje en die moet je gaan afbetalen bij de CEO. En dan komt het helemaal goed. Oh ja, even SO naar deze man voor de intro. Hier komt de nieuwe intro, let's go. Mensen, welkom bij een nieuw video op mijn kanaal. Voordat wij deze video gaan beginnen en hoe ik dit allemaal ga uitleggen. Dit is eigenlijk een beetje een uitlegvideo, geen trollvideo. Als jullie dat willen zien, laat het even weten. Met een idee misschien ook nog. Maar we zitten hier in de Storm Network Discord server. We zitten momenteel, als ik even slash member count typ, zitten we momenteel met 958 members. Het is echt insane groot. Bijna de 1000, ja, zie ik hier al. Echt sick. Dus daarvoor wil ik jullie bedanken. Dus join die even. Hij staat in de beschrijving of je doet slash Discord in de server, waar ik zo op kom. Oké, ik leg even wat uit over Discord. Je hebt een aantal dingen. Je hebt algemeen, je hebt updates en overige. Als je een unban wilt, ga je naar onze Discord en klik je op unban aanvragen. Dan staat er hoe vraag je unban aan. Je doet als volgt. Dan ga je even naar Kladblad. Nou, ik pak hem hier even tevoorschijn. Nou, hier had ik het even getypt en had ik het gekopieerd en geplakt. Dan doe je gewoon je MC-naam, voer je in, enter, blablabla. Bla bla, en dan ga je deze regeltjes even belangs. Want dat is wel even handig. En dan typ je het hieronder. Dan krijg je 90% een unban als je in 2017 bent geband. Want dan krijg je gewoon een nieuwe kans. Ben je in 2018 geband, dan moet je je ban uitzetten. Of als je een goede reden hebt en je hebt goed geleerd van je ban. En hoe je het gaat voorkomen. Als je het goed in elkaar hebt gezet, dan kun je unban verwachten. Dat wil ik eerst even zeggen. Daarnaast is het gewoon echt... Ik kan het elke video wel zeggen, maar het is gewoon echt, echt handig dat jij deze Discord bent gejoind. Want 1. Je kunt ideeën plaatsen die je graag erin wilt. Nou, hier heb je heel veel ideeën, zeg maar. Dus super chill, dat is voor ons even goed. Bijvoorbeeld, nou, ik zie hier even gaan kijken. Zie ik hier een leuk ideetje ertussen zitten. Nou, ik had zelf als idee een kopieermachine. Wanneer je 1 boekje erin stopt voor een aantal bedrag, krijg je 64 van. Natuurlijk moet die wel gesigned zijn, want anders drop je alles steeds. Nou, hier zie je nog wat ideeën. Ja, het zit allemaal wel. Soms ja, zijn het gewoon domme ideeën. Wil ik niet dom met mensen doen, maar soms zitten echt toffe ideeën tussen. Nou, hier is openbaar, hier kun je lekker kletsen met mensen. Dan ga je naar hashtag video. Nou, dat is verder niks. Hashtag ideeën dus. Dit is niks. Bugs kun je melden altijd. Deze updates, de meeste updates, zijn gewoon wanneer mensen open zijn. Kijk, inkoop is open, KFK level check, die, ja, bla bla bla, event updates. Nou, hier komen al events in, het is gewoon handig. Hier is updates en nieuws. Nou, hier zie je alles update. Dus, wanneer jij niet in Discord bent gejoind, dan wist je niet dat er gisteravond een vergadering was met alle spelers. Dan wist je dat niet. En dat is gewoon zonde dat je dat niet weet. Als ik hierheen ga... eerst casino staat er, ja, daar was ik gewoon echt hyped over. Nou, hier heb ik even goed aangegeven waar het precies stond. Nou, hier heb je de kerstbonus spawn, die na de update ook weggaat. Maar dat komt allemaal nog. En dan ga je hier lopen, hier. En dan is hier de casino. Nou, ook handig. Dat is gewoon, ja, nou, het is niet echt iets handigs. Maar dan wil ik even met een hart drukken. Hier hebben we Dennis. Dennis is de nieuwe developer van ons. Hij is vanaf gisteren is hij vast geworden. Hij is druk bezig met onze fantastische grote update. En jongens, ik laat jullie zo'n sneak peek zien. Dat is deze channel. En holy shit jongens, het wordt zo ziek. Het wordt echt ziek. Ik ga het jullie wel uitleggen, want het is een moeilijk iets wat erin gaat komen. Een moeilijk iets. Maar ik denk heel juist leuk. En dat gaat uitdagend worden voor jullie. En ik denk dat met deze update die we gaan doen, dat de hashtag ST Army heel groot gaat worden. Dat kan ik eigenlijk wel verzekeren. Nou, hier staat beste, ja, ik wil het even snel voorlezen. Beste mensen, namens mij, Dennis, wil ik iedereen bedanken voor zo'n fantastisch feedback. Hij vond onze community echt super tof. Dus iedereen, de hashtag ST Army, ja, bedankt allemaal. Want ja, onze community is inderdaad echt tof. Ik wil meedelen dat mijn test is geslaagd en dat ik goed en voor op dit moment genoeg heb bewezen dat ik een echt developer ben voor Romeo en Joris Stone. Dat betekent dus dat ik hierbij een developer ben. Ik weet niet waar het staat. Een officieel Storm Network hoofddeveloper slash vaste developer ben. Dat betekent dus dat ik alle development... Reglementen, regel dus. Maar Dennis, heb je nu ook op P? Dan, Dennis, wat je in-game naam? Ja, binnenkort komen er fantastische updates. We zijn echt blij zijn. En wij hebben ook veel verzoeken gehad over die ideeën. Bedankt voor het lezen en fijne avond. Nachtrust, toegewenst jongens. Daar staan we. Het vriendelijk goed, hoofddeveloper. Nou, dit is Dennis. Hij heeft ook bij het Games gezeten als developer. DDG heeft hij nog even gezeten.
Nou ja, noem maar op. Dus hij heeft zeker een goede reputatie wel. Hij heeft SDB nog geholpen. Oftewel, het is echt een hele goede developer. Want ik vroeg wat, een idee. En wat doet hij? Hij kan het zo maken in 1, 2, 3. Nou, 1, 2, 3. Moet natuurlijk wel tijd in steken, maar hij kan het gewoon. En dat is fantastisch. Ja, dan gaan we terug. Dan zitten wij nu in de server. Oké, dan zitten we hier dus in. Ik ga vandaag uitleggen hoe precies het bouwbedrijf gaat werken. Want jullie hadden in de titel al gezien van gebouwen verwoesten of verwijderen. Ik weet niet wat precies de titel gaat worden. Zoiets staat er. Ja, wat is dat precies mee? Nou, het gaat als volgt. Jij koopt een plot natuurlijk, hier bij de gemeente. Wat ook gaat veranderen qua inactiefheid. Het gaat allemaal beter worden. Laat ik daarop houden, naar de updates. Bijvoorbeeld jij koopt plot, nou, bijvoorbeeld deze, van Ukipower. Meld bij bouwbedrijven kunt betalen. Oh, dat zou ik maar wel doen natuurlijk. Bijvoorbeeld deze, plot 159, die ga jij kopen. Hoe kun jij nou een gebouw erop gaan zetten? Dat is natuurlijk de vraag en dat willen jullie heel graag. Nou, dan gaan we even hierheen. Allereerst, gemeente kun je plots kopen. Maar wat je ook kunt doen. En dat is, of je gaat hierheen kijken, wat hier de prijzen staan. Of je kan met een comment het doen. Want wat je kan doen is / vergunning kosten doen. Als je dat doet, dan krijg je als volgt. Dan krijg je alle vergunningen. Dus alcoholvergunning kost 10.000 euro. Een supermarktvergunning kost 25.000 euro. Een advocatenvergunning kost 25.000 euro. Een kleding kost 25.000 euro. Nou, noem maar op. Alle vergunningen staan hierin. Vergunningskosten zijn als volgt. Je kunt dus hierop lezen. Of je kunt met een comment / vergunningkosten doen. Nou, om even snel de, om nog meer updates. Nou, nog meer updates. Wat er ook is ingekomen. Je kunt nu je hoeft niet te reloggen. En dan gaan kijken van, hoeveel spelers heeft de ST-server nu online? Je kunt gewoon / online doen en dan zie je 46 spelers momenteel. Mooi aantal. Wat je ook kunt doen is / staf. Nou, dan zie je alle stafleden. Bijvoorbeeld Romeo, momenteel niet online. Wanneer hij voor het laatst online is geweest. Wat zijn baan is. Milan Ossi. Jorno Burkt. Hij staat dus voor de mensen ook. Ja, hij staat steeds op online. Maar hij is soms ook offline gewoon terwijl hij online staat. Dus let daar alsjeblieft op. En verder is iedereen gewoon offline en ben ik als enige momenteel of online, sorry. Dus wat je gaat doen, je gaat een vergunning uitkiezen. Nu is het even belangrijk. Wil jij een kledingwinkel, dan kies jij een kledingvergunning. Dan kies jij een bouwvergunning en een eventuele pinvergunning. Wat je er ook nog bij kunt doen is een keldervergunning. Maar dat moet je zelf weten of je dat wil. En pinvergunning moet je ook zelf weten of je dat wil. Maar een bouwvergunning en een kledingvergunning. Wil jij een woning, dan moet je niet alleen een bouwvergunning doen, maar moet je ook nog een woningvergunning en dan moet je nog een pin. Nee, pin natuurlijk niet, maar als je een pin erin wilt, natuurlijk wel. Oké, dat is over de informatie, vergunningbord. Dan haal je die vergunningen, dan loop jij naar het bouwbedrijf en het bouwbedrijf, ja, dan gaan we even rechtdoor lopen langs het. Hallo XXNaster, hallo Joris Online met EV, precies. Hebben we hier een groen winkeltje. Nog even doorlopen en dan zijn we hier bij het bouwbedrijf. Dan hebben we hier al Tap on My, Wrecked by Neo, Yari Boy hebben we hier. En we hebben Yuri Timmer. Welkom, welkom, welkom. Dan gaan we hier even uit Finish. Ja. En wat je hier eigenlijk kan doen is het volgende. Kijk, als ik één keer uit Finish ga, gaan ze gelijk naar me toe. We gaan hier even doorheen. Ja, dat mag wel. Ja, dat mag wel. Keitje Beuk is hier volgens mij. Ja, de proefreceptiebouwbedrijf Tropica, denk ik. De proef, denk ik. Hier hebben we post rondbrengen overig. Nou, wat je eigenlijk kan doen is het volgende. Jij gaat je vergunningen hier inleveren. Nou, ik zal even kijken. We gaan hier even doorheen en dan lopen wij. Waar staat die borden? Hier staan die borden. Sollicitatie open voor bouwers. Hier moet je alles invullen. Jouw budget. Het staat hierop. Als jij een minimaal budget van een 10k. Stel, je doet. In je boekje doe je een budget van 30k. Maar vervolgens doe je een grote aanvraag. Dan klopt het niet, ja? Dan klopt het gewoon niet. Dan moet jij het weer anders gaan doen, ja? En dan krijg je wel een boekje in brievenbus. Dat is nieuw bij het bouwbedrijf. Ik ga er even heen lopen. Volgens mij weet ik wel waar die boekjes liggen. Volgens mij is deze. Dan ga ik even. Van die. En dan even. Hier. Ja, bouwbedrijf afbetaling moet ik niet hebben. Dit is de afkeuring. Yes.
Kijk, dan krijg je zo'n boekje. En daar staat precies in de handtekening, afzender bouwbedrijf, de naam stad plot. Documentcategorie is afkeuring. Waarom is het gebouw afgekeurd? Dat is voor het bouwbedrijf, wat ze daar moeten invullen. En ja, waarom is je... Ja, dan krijg je precies te horen dus waarom jouw... waarom jouw ding is afgekeurd. En dat is gewoon super handig om dat te weten. En afbetalingen ook. Je krijgt alles via brievenbus. Dus check jouw brievenbus. Goed. Dus jij moet gewoon dit invullen, het stappenplan. Het spreekt als volgt. En vervolgens zie jij in je brievenbus of die wel afgekeurd is. Maar als die goedgekeurd is, krijg je waarschijnlijk ook een boekje in je brievenbus. En dan moet je gewoon wachten dat... jouw gebouw wordt gebouwd en een afbetalingsboekje erin krijgt. En dan wordt jouw gebouw gebouwd en dan komt hij in de hekken en dan krijg je een afbetalingsboekje en die moet je gaan afbetalen bij de CEO. En dan komt het helemaal goed. Zo werkt het bouwbedrijf. Ik laat de documenten niet zien van het bouwbedrijf, want wanneer ik dat ga doen, gaan andere Fakemetopia servers of wie weet ik veel, gaan het kopiëren. Want het is super handige documenten gedaan. Door, volgens mij is het Sanne gemaakt en Remco. Ik weet niet wie het precies heeft gemaakt. Sanne eerst volgens mij of Remco heeft het iets anders gedaan. Weet ik veel. Maar het is super mooi gedaan. Laat ik het daarop houden. En op zich is het gewoon een handig systeem. En die ga ik niet publiceren aan jullie. Of als jullie dat wel willen, dan moet je het even zeggen in de comments. En dan laat ik het misschien zien. Wil je de Discord joinen in de server? Doe dan /Discord. Wil jij de TeamSpeak joinen? Doe dan /TS. Nou, dat zijn een paar bepaalde comments die er gaan inkomen waarschijnlijk. En verder wens ik jullie een hele fijne zondag. En dan denk ik eigenlijk van, ja, toedeledokie. We zitten momenteel op 12 minuten en dat denk ik wel redelijk genoeg. Dus join de Discord, heel handig om te joinen. En dan zie ik jullie waarschijnlijk allemaal op de server, jongens. Later.